benieuwd naar ben. Hoe beleef jij nu deze start van het seizoen? Wat voor gevoel heeft dat eigenlijk nu die laatste weken na dit seizoen? Nou ja, op zich wel redelijk relaxed nu nog. Ik begin in Algarve, dus ik heb nog wat trainingstijd hierna. Lekker met de ploeg bij elkaar hier in het zuidelijk Spanje. Meteen weer terug naar noordelijk Spanje, Girona. En ja, daar nog wat laatste dingen doen. Iets intensiever werk nog richting de koers. Maar nee, voor mij is het lekker. Zo bij elkaar is goed. Morgen nog een ploegentijdrittraining, dat soort dingen. Ja, dat vind ik wel belangrijke dingen. Ik bedoel, ploegentijdritten, dat zijn wel, heb je vorig jaar ook in Richmond gezien. Dat zijn dingen die staan bij ons wel hoog. Ja. Dat vinden we heel belangrijk. Daar hebben we ook een goede ploeg voor, denk ik. Dus willen we ook echt wel aandacht aan blijven besteden, doorbouwen. En ja, dat zijn de dingen die kun je thuis natuurlijk niet doen. Dus dat zijn belangrijke zaken. Maar zeg maar, qua gevoel, eindelijk is dat toch een gevoel van eindelijk een voorjaar of een vorig seizoen zonder problemen? Nou, heb ik er wel meerdere van gehad hoor. Maar nu vergeleken met afgelopen jaar is het in ieder geval een stuk relaxer. Dat klopt. En, goede test gereden een paar dagen geleden. Dus ja, het niveau is gewoon heel goed. Wist ik ook wel. Want ja, ik ben ook gewoon lekker uit de winter gerold. En ja, dat is wel lekker. Dan, het is wel heel anders eigenlijk. Hè? Dus ik heb nu inderdaad met die beenbreuk en vorig jaar wel twee winters gehad waarvan je echt in moest gaan halen. Ja, dat vorig jaar zelfs pas in Romandie eigenlijk weer enigszins aan het koersen toe kwam, een lastig pijl. En nu lijkt het erop dat het gewoon allemaal voor de rest lichamelijk allemaal goed is, dus dat is lekker. Ja. Geen tegenslagen gehad deze winter? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, we zijn dan inderdaad naar Spanje verhuisd, dus dat was een hele operatie. Maar geen problemen daarbij. Hoe bevalt die verhuizing? Ja, goed. Ja. Anne gaat nu een paar dagen naar school. Dat was eigenlijk voor mij en voor Daisy eigenlijk nog wel het zwaarste jaar. Dat, je gaat toch je kind uit handen geven en dan in een volledig andere cultuur ga je haar ja, eigenlijk op laten groeien. Dus het is best wel even spannend. Maar ze doet het heel goed. Dus, Veel renners zijn jou voorgegaan, die stap natuurlijk naar Spanje. Heb je nu niet iets van, had ik dat niet eerder maar gedaan? Nou, ik heb eigenlijk altijd denk ik het beste ervan gemaakt. Hè. Ik heb heel veel in Spanje gezeten, daar waar het ging. En dat werkte eigenlijk prima. We waren heel flexibel omdat de kinderen nog klein waren. En de kinderen zijn met ons ook heel flexibel mee opgegroeid. Ik bedoel, Anne heeft al meer dan 100 keer gevlogen volgens mij. Dus ja, dat is echt onvoorstelbaar. Die draait daar ook de hand niet voor om. En ja, nu is het moment gekomen natuurlijk dat Anne 4 is geworden. Ja. En langzaam moet ze een keer eerst naar school. Ja. Nu staat komende jaar Giro start in Nederland. Daar doe jij niet aan mee. Wel de Tour. Wat zijn eigenlijk de afwegingen om niet die Giro? Hoe gaat dat? Natuurlijk het parcours speelt mee. Maar wat zijn nog meer dingen die je afstreept om tot zo'n besluit te komen? Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk. Je zit met eigen belangen en met ploegenbelangen. En je gaat voor jezelf een beetje een lijstje maken van dingen die je nog wil bereiken. Volgend jaar is een Olympisch jaar, dat telt daar zwaar in mee. En we hebben ook gewoon in de ploeg weer een verdeling gemaakt, eigenlijk ook in de klassementen van de grote rondes. En Kruiswijk was natuurlijk al snel iemand van ons die in de Giro gewoon heel goed uit de verf komt, die dat ook heel graag doet. Ikzelf heb eigenlijk die Olympische droom natuurlijk al heel lang en nog altijd en ik wil daar heel graag bij zijn. En ik denk dat ik samen met Wilco een heel goed koppel in de Tour kan vormen, in welke vorm dan ook. En ja, daar in die afweging is helaas dan de Giro afgevallen, wat ik ja, nogmaals heel erg jammer vind natuurlijk. Grote rondes die in eigen land starten, voor mij altijd, nou ja, ik durf niet te zeggen succes gegarandeerd, maar in ieder geval wel heel succesvol geweest in het verleden. En ja, natuurlijk ook fantastisch dat zo'n grote ronde weer naar Nederland komt. Alleen maar goed voor de sport in ons land en voor ons. Maar helaas zonder mij. Ja, je zegt het net, voor zo'n ronde is het afwegen eigen belang, ploegbelang. De Tour in wat voor functie dan ook. De ploeg heeft al gezegd, van, nou, samen met Wilco dan als kopman. Jij zegt, van ja, ik zou zelf wel eens voor ritten willen gaan. Hoe hard zijn die gesprekken? Nee, het valt reuze mee. Kijk, uiteindelijk bedoel, eigen belang is ploegenbelang. Hè. Ik bedoel, de ploeg is er ook bij gebaat dat ik zo goed mogelijk uit de verf kom. En een renner tegen zijn zin opstellen voor een algemeen klassement, dat is niet de manier waarop deze ploeg werkt. Ik bedoel, ja, dat is ook iets wat je van tevoren weet. Wij zijn een, denk ik, een, dat betreft een hele vrije ploeg. Maar jij hebt natuurlijk een andere rol in deze ploeg dan
een hoop andere renners. Nee, los daarvan. Maar wat ik probeer te zeggen is dat je hier met een heleboel renners bij elkaar zit die intrinsiek gemotiveerd zijn. En dat ben ik zelf ook. En ik denk dat je des te meer uit jezelf kunt halen als je daar zelf ook 100% achter staat. Dus het gaat altijd in goed overleg. Vooropgesteld, ik ben een ronderenner. En ik denk ook als een ronderenner. Dus voor mij is het... Misschien nog wel het moeilijkste gedeelte van de komende Tour zou zijn, als ik ervoor zou kiezen om voor ritten te gaan, om het te laten lopen. Hè? Om de tijdsverlies te pakken, want dat voelt niet natuurlijk. Dat doe ik ook liever niet. Maar ik besef wel gewoon heel duidelijk dat mijn kansen vergroot om nog eens een keer een rit te winnen. Dat zou ik graag doen. Wordt daar deze dagen tijdens het trainingskamp over gesproken met de ploegleiding? Nee, dat is iets wat we eigenlijk nog voor onszelf uitschuiven. En er komen nog eerst een heel aantal andere doelen. Voor zowel mij als voor Wilco. En die gaan we eerst eens even rustig benaderen en dan komen die gesprekken. Ik denk dat de voorbereiding er ook niet heel anders op is, uiteindelijk. We zullen samen naar Tenerife gaan, samen Zwitserland doen. Dus de voorbereiding, je moet sowieso in topvorm aan de start van de Tour staan. Ik denk als je klassement doet, dat er iets meer nadruk nog op de tijdrit ligt. Dat zou iets minder kunnen, maar dat is ook een wapen. Dat moet je niet een jaar laten verslonzen. Dat is gewoon heel erg belangrijk, dus dat zit er nu ook gewoon nog altijd in. Je moet sowieso in topvorm aan de start verschijnen. Wil je op welke manier ook een goede Tour maken? Wilco die zei net, na een lastig jaar voor hem, dat hij echt pas kijkt naar de eerste koers en de Tour de France of de Olympische Spelen nog heel ver weg. Ik hoor jou wel al langzaam aan de Tour denken, aan de Olympische Spelen. Is dat omdat je weet hoe zo'n seizoenopbouw gaat, dat je een goede winter hebt gehad? Speelt dat daarin mee? Nee, misschien vooral omdat voor mij ook de eerste koers gewoon nog vrij ver weg is. En dat je dan nog altijd heel algemeen naar het seizoen kijkt. En zodra je dichterbij, in mijn geval dan de Algarve komt, dan ga je meer op de eerste koers focussen. En vanuit de eerste koers kijken we naar de volgende. Maar als je gewoon een algeheel plaatje, dan stip je op zo'n manier wel een beetje de hoofddoelen aan. Ja. En dat zal voor mij de periode van Catalonië tot aan Luik zijn en met Baskeland en andere klassiekers en Zwitserland Tour. Hoe anders is dit seizoen voor jou vanwege zo'n Olympische Spelen? Schopt dat een hoop door de war? Een beetje wel eigenlijk. Ik ga heel graag naar de Spelen, maar ik zou ook heel graag de combinatie Tour Vuelta doen. En Spelen maakt dat moeilijk. Als je dan heel realistisch kijkt, zijn de Spelen eens in de 4 jaar en is de Vuelta ook volgend jaar weer. Dus voor mij heeft de Spelen daar wel enigszins voorrang. Dus vanuit de Tour zo goed mogelijk in Rio aan de start staan lijkt mij het beste. En dan kijken in de Vuelta of dat voor mezelf of voor Steven wil zijn. Wanneer is jouw seizoen geslaagd? Wat zijn voor jou je eigen doelen die je stelt? Het is ingewikkeld. Ik heb zelf ook al aangegeven, uiteindelijk ik zou heel graag weer gewoon een koers winnen. En liefst zo groot mogelijke koers. Dat is me een aantal keren gelukt en dat is een fantastisch gevoel. En daar doe je het allemaal voor, dat is heel simpel. En uiteindelijk was ik denk tevreden over het vorige seizoen, tenminste over de Tour. Ook over de vorm die ik na de Tour had, maar in die 5 koersen die ik nog reed kwam eigenlijk in resultaat niet echt uit. Quebec was ik iets te gretig, in Montreal was ik goed, maar ook net niet, bleef net die groep vooruit weg. Uiteindelijk een koers winnen en het liefst een hele grote, dat lijkt mij heel erg... Een heel mooi doel en tussendoor alles mee pakken wat er voor de rest